Een internationale bakkerijtentoonstelling in Rotterdam bood vakmensen en leken de mogelijkheid zich te oriënteren over de nieuwste ontwikkelingen in deze branche, waarin het accent steeds sterker op mechanisatie komt te liggen. Het lijkt wel of er bijvoorbeeld voor de machinale deegverwerking in een grote broodfabriek telkens meer apparaten beschikbaar komen. De rol van het brood in ons maatschappelijk leven is door het zich voortdurend wijzigend consumptiepatroon in de laatste jaren iets minder geprononceerd geworden. Ofschoon we met z'n allen in Nederland toch elke week nog zo'n 20 miljoen broden kopen. Of ze ook allemaal opgaan is niet zo zeker. In de laatste jaren heeft de zogenaamde warme bakker een deel van de broodmarkt weten te heroveren op de koude bakkers en de winkelbedrijven die hun brood van de fabrieken betrekken. Het is vooral het grotere assortiment dat in deze veelal de doorslag heeft gegeven. Ofschoon een niet onaanzienlijk deel van deze broodsoorten ook door fabrieken wordt geleverd, maken vele warme bakkers ze zelf. En in de concurrentiestrijd weten ze zich staande te houden door de toenemende belangstelling van de consumenten.